Hey lieve jij, welkom in het jaar 2024. Vandaag is het 1 januari 2024. Het nieuwe jaar is dan daar. En welkom bij de Female Leader Podcast. Welkom bij de allereerste aflevering van dit nieuwe jaar van deze, van deze podcastshow. Super dankbaar dat je ook vandaag weer bij me intunet. Of misschien luister je hem wel later, dan is dat ook helemaal prima, maar... Super tof dat je er weer bij bent en dat je de tijd neemt om naar me te luisteren. In deze podcast wil ik echt super graag even kort een persoonlijke update geven. Want het is, uh, nou, ik denk wel een aantal weken geleden dat ik de laatste podcast heb geplaatst. En ook niet meer zeven dagen in de week. Dus daar wil ik ook mijn grote les eventjes over. Uh, nou, daar wil ik even wat over delen. Daar gewoon open en eerlijk in zijn. En. Ja, verder kijk ik gewoon heel graag eventjes met je... naar uh, wat het jaar 2024 voor mij gaat betekenen. Wat, wat, wat ik daarin wil gaan bereiken. Wat ik zie voor deze podcast. En ook waar ik ook van de week een, een podcast... of een post heb over, over heb geplaatst op Instagram. Dat als je je doelen voor 2024 stelt... dat je dan ook vooral mag kijken naar de, de, de acties, de dingen... In jezelf die je niet meer gaat doen. Dus dat zijn eigenlijk de zaken die, je dan, die jou in 2023 klein hebben gehouden. Of je. Waardoor je je terug hebt gehouden. En door dat heel helder voor jezelf te hebben. Is de kans, nee, creëer je daarmee meer bewustzijn rondom die dingen. Waardoor de kans dat je daarin terug gaat vallen ook kleiner wordt. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want je kan je doelen voor. Dit nieuwe jaar wel heel helder hebben. Maar die oude stukken, net zoals dat je als je in een nieuwe identiteit wil stappen, is het super belangrijk dat je ook gaat kijken: oké, okay, maar welke oude stukken mag ik dan gaan loslaten? En dat is eigenlijk nog wel het grootste werk. En dat, dat komt ook gewoon kijken bij, ja, bij de doelen die je stelt. Nou, december was voor mij een, een enorme bewegende of bewogen maand. Um, life was happening. Ik ben ongeveer heel december ben ik tussen haakjes ziek geweest. Grieperig. En dan was het weer even weg. En dan kwam ik weer terug. En nou, dat had denk ik van alles te maken met, met loslaten. Ontwikkeling. Um, mijn bedrijf is in 2023 echt ontzettend gegroeid. Naar nou, een bizar level. Waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Maar tegelijkertijd ben ik daar. Merkte ik aan het einde van... Van, van 2023 van, oké, okay, dat bedrijf staat daar nu wel, maar ik ben daar nog niet. En ik had het gevoel dat ik een beetje erachter, achteraan schokte Dus ik heb een aantal beslissingen moeten nemen en uh, besloten om, om nou, de kerstvakantie er ook te gebruiken om mezelf tot op dat niveau te brengen en overzicht te creëren. En dus daar ben ik heel erg mee bezig, nog steeds mee bezig. En dat voelt gewoon al heel erg fijn. Dus ik kom wel steeds meer op de plek. Maar dat is natuurlijk super belangrijk: dat als je bedrijf naar een bepaald niveau groeit, dat jij daar ook wel staat. En andersom, natuurlijk ook. Dat als jij naar een bepaald niveau groeit in je ontwikkeling, dat je bedrijf daar ook in meegaat. Maar het, het, het kan niet stromen en er hoeft niet per se betekenen qua geld of qua klanten. Maar op een gegeven moment ga je gewoon tegen zaken aanlopen. Waar ik bijvoorbeeld heel erg tegen aanloopte, was dat ik. Nou, ook het leiderschap in mijn team niet zo goed meer kon pakken. En dat, dat ik ook niet zo goed wist van, ja, wat, wat moet ik dan eigenlijk gaan overdragen? En omdat je dan, ik, lo, ik liep zelf eigenlijk achter mijn bedrijf aan. <laughs> Zie je bedrijf en dan mij, zo erachteraan, shockend. En dat is helemaal niet erg, dat wil ik niet zeggen dat het niet goed gaat of dat, dat, dat het niet goed ging. Nee, het, maar ja, dat besef is juist heel erg belangrijk. En. Dat was dus ook aan het gebeuren in, in december. En dat besef kwam ook steeds meer. En het was ook gewoon tijd voor wat rust. En even een stapje terug. En wel even genieten van de kerstdagen. En, en het en oud -nieuw. en nieuw. Nou, dat is zeker gelukt. Um, ongeveer, ik weet even niet meer wanneer het was. Ik denk dat het... Nou, midden december is heel plotseling mijn oom, de broer van mijn moeder, komen te overlijden. Um, ja, dit details maak ik verder niet uit. Um, maar ja, heel plotseling. Hij, hij ging een boodschapje doen en hij, hij is niet meer teruggekomen. En dat is natuurlijk super verdrietig voor het gezin dat hij achter heeft gelaten. Voor mijn moeder, mijn tante en mijn andere oom. Want ze waren met z'n vieren, twee zussen, twee broers. Dus uh, ja, die crematie hebben gehad, afscheid hebben gehad. Er dus zijn heel veel tranen, heel veel verdriet in de familie geweest. En tegelijkertijd, bij mij persoonlijk speelt er ook van alles. Want zoals jullie weten heb ik um, chronische endometriose. Of nou ja, endometriose is chronisch. Kan gewoon. Werkt eigenlijk niet. Is het per definitie chronisch? Het is een chronische ziekte. Ja, het is chronisch. Dus endometriose. Ma Maakt me niet uit. Zo behandel ik het zelf niet. Ik leef mijn ziekte niet. Ik, 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 het is onderdeel van mijn lijf. Maar... Want ik weet ook, als je, als je dat... Eh, ik hoop niet dat ik hier. Nou, misschien ook wel, maar dit is mijn mening daarover. Dat. Kijk, ik heb dan een chronische ziekte. En als ik die helemaal zou leven, als dat ook helemaal mijn identiteit zou zijn, ja dan zou ik me dat zo ontzettend gaan tegenhouden. Want ja, dan, 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 dan heb ik pijn en dan kan ik niet werken. Of dan, dan voel ik me niet lekker. En dan. En, Kijk, ik wil helemaal niet zeggen dat dat met alles zo is, want het hangt helemaal vanaf wat je hebt of wat je ervaart in je lijf. En, maar ja, ik heb al heel gauw sinds de diagnose, maar ook daarvoor besloten van ja, ik ga dit gewoon niet leven. Het is er en ik ga een oplossing zoeken. Maar ik ga dankzij mijn chronische ziekte, ga ik super succesvol in mijn leven zijn. Punt. En dat heeft me altijd gediend. En dat, dat geloof, dat, dat vertrouwen ook daarop, dat, dat is zo intens bij mij. En daar geloof ik ook echt heel erg in. Um, maar goed, dat is dus wat er in mijn lijf speelt. Daar ben ik twee jaar geleden ben ik daarvoor geopereerd. Dan, toen is mijn baarmoeder eruit gehaald. En um, even kijken, alle twee. Ja, alle twee mijn eierstokken heb ik wel nog. Maar mijn eielijden zijn weggehaald. Nou, het zat ook om mijn darm. De darm is schoongemaakt. Nou, vanaf ze nog wat in mijn buik gebeurt. Een flinke operatie was dat. Goed van hersteld. Nou, de bedoeling was natuurlijk dat ik daarna pijnvrij zou zijn, want al endometriose zou in mijn buik zijn. Maar uh, niets was minder waar, want ik loop opnieuw al twee jaar met, uh, met pijn rond. En ja, nu uh, twee jaar later gaan ze opnieuw weer bij me opereren. Uh, allereerst om te kijken van ja, hoe ziet het er dan in de buik uit? Wat speelt daar? Ze hebben wel een vermoeden, maar ze weten het niet helemaal zeker. Er zit waarschijnlijk een zenuwknoppeltje ergens dat heel erg triggert. En die is ontstaan door de vorige operatie. Dus ja, een van de risico's is ook dat als ik nu opnieuw geopereerd word, dat er dan ergens anders weer wat ontstaat. Maar goed, dat risico neem ik tussen haakjes um, voor lief. Eh, daar hebben we natuurlijk heel lang over nagedacht. En we al alweer twee jaar mee. En, maar het is gewoon tijd dat ze echt in mijn buik gaan kijken. Om te kijken van: oké, okay, wat is er nou eigenlijk aan de hand nu? Want er we kunnen wel weer een. Ik heb al MRI's gehad en echo's gehad en nou, een hele rambam door heel molen geweest. Ze zien geen endometriose, dus dat is een, natuurlijk heel positief. <tiek> maar wat is het dan wel? Nou, ze denken dat dus ergens op een plekje een, uh, een zenuwknobbeltje zit en die gaan ze weghalen en we dichtmaken. Dus het is zeker niet zo'n grote operatie als vorige keer, denk ik. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet of ik nou uiteindelijk een nachtje moet slapen. Het hangt helemaal ervan af hoe de operatie gaat verlopen. Maar we gaan het zien. Dus ja, dat heeft in december ook gespeeld van uh, uh, gesprekken met de arts daar en ook wel in november, maar um, nou, naar het besluit, naar um, ja, uh, voorbereidende gesprekken, vraag, luisteren naar een datum, naar deze week nog een gesprek met de apotheek. Dat zijn van die standaard dingen dat je dan met de apotheek belt, over de medicatie en en dan uh, pre-operatieve screening met een arts. En, nou, hoort er allemaal bij. En dan, uh, ja, volgende week maandag, 8 januari, dan de operatie. Dus daar ga ik jullie ook helemaal van op de hoogte houden. En waarom ik dit deel is omdat, ja, wat ik je er vooral in mee wil geven. Is dat als je iets ervaart of als je iets hebt, het hoeft geen belemmering te zijn in je bedrijf. Je kan jouw bedrijf precies zo inrichten als dat je wil, zodat je juist alles. Eruit kan halen dankzij jouw, jou, wat jij hebt, wat je ervaart in je leven of in je lijf. En, um, en mocht je nou luisteren en je denkt van ja, ja, ik heb ook al zo lang klachten en ik twijfel al een tijdje of dat nou in endometriose is. En je mag me altijd eventjes een briefje sturen via Instagram, dat ik heel even met je. Nou, kan sparren daarover En niet in de vorm van, ik ben een arts en ik kan je daarbij helpen. Nee, maar ik kan je wel mijn ervaringen delen en mijn pijnen delen. En misschien heb je er wat aan. Dus meer in, uh, op die fiets. Um, dus dat is eigenlijk even mijn persoonlijke update. En als ik daar dan op terugkijk. Want ik zeg wel van, ondanks dan hoeft dat niet te belemmeren. Maar ik heb mezelf... Enorm belemmerd in 2023. Nou, nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. In december 2023. Omdat ja, live was happening en, en, en ergens ben ik mezelf gaan saboteren. En vond ik dat ik niet meer zeven dagen in de week hoefde te podcasten en dat ik wel even de rust kon nemen. En ja, dat kan, maar dat is niet wat ik wil. Want hè, ik wil trouw blijven aan de commitments die ik met mezelf maak en dat doe ik ook altijd. En... Het is niet erg en ik ben ook niet boos op mezelf of ik, ik veroordeel mezelf daar niet voor. Maar het is wel een stukje dat ik denk: oh ja, tof. Dit is echt interessant. Dit gaan we dus niet meer doen. En dat is dus een van de stukjes wat ik net ook zei: van oké, okay, als je dan je doelen voor 2024 stelt, kijk dan eens naar wat je niet meer gaat doen. En voor mij is dit dus een van de dingen die ik niet meer ga doen. Ik ga niet meer, wanneer uh, um, er iets gebeurt. Um, en natuurlijk hangt dat er helemaal vanaf wat er in je leven gebeurt. Of het ja, super ernstig is of. Je weet het niet, hè? Er kan altijd wat gebeuren, natuurlijk. Maar in principe, als ik naar december kijk, denk ik, ja, maar Stef, je had makkelijk elke dag gewoon kunnen podcasten. Het slaat helemaal nergens op dat je jezelf hebt lopen saboteren en dan maar een besluit van, want dat, dat kan niet. Want het is een commitment. Het was een non-negotiable voor mij. Dus ja, waarom ga je daar niet mee door? Dus dat is, een, dat is een hele belangrijke les die ik daar wel echt ja, uithaal. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik die les heb mogen leren. En het heeft me ook meteen doen nadenken over mijn podcast. En ik wil mijn podcast heel graag een meer persoonlijke touch meegeven. Er is al zoveel. Er is al zoveel. En wat ik altijd zo intrigerend vind. Intrigerend is een rot woord. Als... Je naar iemand luistert en je, je verbindt jezelf gewoon helemaal met die persoon. En dat is natuurlijk ook hele mooie marketing. Um, maar ik doe dit niet vanuit een marketing-technisch perspectief, maar meer vanuit mijn missie. Want wat wil ik? Ik wil zoveel mogelijk vrouwen helpen om in hun potentieel te stappen. En hoe mooi is het als ik een voorbeeld kan zijn van. Of nog meer, want daar ben ik al, maar, maar ik besef me dat ik dat wel ben. Maar nog meer een voorbeeld kan zijn van iemand die ook echt helemaal in haar potentieel sta staat. En daarbij ook dat uit en zichzelf gewoon is. En deelt wat ze wil delen. En daarin je door mijn verhaal zoveel mogelijk te delen. Plus de lessen die ik leer, plus de struggles waar ik doorheen ga. Ik denk dat je daar super veel van kan leren. En ik wil het veel meer op die manier gaan brengen, in plaats van dat ik alleen maar teach. En het zal, het zal dus veel meer een combinatie zijn van mijn personal diary. Want um, nou, zeven dagen in de week podcast, vandaag is 1 januari 2024. Ik denk dat het wel leuk is als ik gewoon de datum hè, van de podcast, zeg maar, dus 1 januari, 2 januari, 3 januari, ook gewoon in de titel ga benoemen. Dat is straks gewoon van het hele jaar door podcasts te zien zijn in, mijn, in, in Spotify. Hoe tof zou dat zijn als mijn lijst dus 365 podcasts bevat? Iedere dag. En dat je daarin dus ook mijn leven, mijn reis als onderneemster. mijn reis door al mijn struggles en, en al mijn persoonlijke issues, maar ook alle successen en hoe ik dat heb gedaan. En, maar ook hoe ik dan door weer, weer doordat je gaat 100% weer. Ook struggles tegenkomen dit jaar. Ik ook. En dat ik met je deel hoe dat dan voor mij is geweest. En hoe ik daarmee om ben gegaan. En dat je, dat je daar je lessen ook uit kan halen. En dat ik um, nou de boeken die ik lees, dat ik die met je deel. En nou, dat lijkt me gewoon heel erg mooi. Want dan kan ik zo'n puur voorbeeld zijn. En als je dan met mij connect... Ja, dan, dan is die connectie zo oprecht. Ja, en, en dan op een gegeven moment, als je, dan, hè, als je dan verder zou willen met mij, dan... Ik denk dat dat, een, ik denk dat het gewoon heel erg mooi is op allerlei vlakken. En natuurlijk is het strategisch gezien heel slim, maar daar doe ik het niet voor. Ik wil gewoon van deze podcast mijn dagboek eigenlijk maken. En je daarin meenemen en alles delen wat ik tegenkom. Nou, tussen haakjes alles. Nou, ik zou wel veel tussen haakjes vandaag. Maar, nou ja, zoveel mogelijk daar ook gewoon over delen. Zodat je, zodat het de real deal is, zonder dat het dan weer heel, heel ernstig gericht is op, want dat vind ik tegenwoordig wel een beetje dan in één keer zijn we allemaal alle, ja, terugblikken op alles wat dan niet goed ging. Ja, dat is allemaal superleuk, maar dan gaat ineens weer iedereen dat doen. Daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Dat zit in mij hoor. En dat, dat is ook helemaal niet erg. En iedereen die dat doet, ik heb geen oordeel daarover. Absoluut niet. Maar dan denk ik, nou, volgens mij mogen we ook vooral onze successen delen. Want dat willen we allemaal. En dat is gewoon helemaal prima. Je mag doen waar je. Maar niet als een soort van protest tegen dan weer de andere kant. En dat is wel een beetje wat ik zie. Ja, we delen altijd maar over onze successen, maar we moeten ook de andere kant. Ja, oké, okay, dat is leuk. Maar dan moet je wel zelf willen. Je moet het niet gaan doen omdat het marketingtechnisch dan weer zo slim is. Nou goed, je begrijpt vast wat ik bedoel. Dus ja, zo zie je. En ja, hoe zie ik 2024 dan voor mezelf? Ja, 2024 wordt voor mij magisch. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Het woord. The vibes are high. Ja, er gaat veel gebeuren. Ik heb, het, um, ik heb 2024 voor mezelf helder en concreet. Met ruimte om te spelen. Waarin ik echt kijk naar. Oké, okay, wat is mijn hogere doel? Wat zijn de vier uh, fases dit jaar voor mij? Nou, dat zijn, dat zijn dit jaar echt de kwartalen. Oké, okay, wat wil ik dan per kwartaal? Welke vibe hoort daarbij? Wat zijn de acties? Wat zijn de subacties dan die daar weer aan toevoegen? Dus dat heb ik echt wel allemaal uh, heel concreet. Maar ik hou er wel altijd heel veel speelruimte in. Omdat ik wil dat ik me. Ja, ik wil me nooit te veel vastzetten ergens in. Want je weet niet precies hoe het gaat lopen. Maar ik heb wel heel concreet hoe ik het. Of tenminste, wat ik kan doen. Om dat dan waar te gaan maken. En andere super tofs. Oh my god. Ik, uh, uh, ik ga meedoen met Six Figure Academy van uh, Kim Munnekom. Ik wil heel graag doorgroeien naar de multiple, multiple, multiple Six Figures. En um, ja, ik weet zeker dat uh, Kim mij daar uh, heel erg bij gaat helpen. Dus ik zal daar ook uh, zo nu en dan eens eventjes wat over delen. Heel veel zin in. We zijn vandaag officieel begonnen. Dus ik kijk daar heel erg naar uit dit jaar. Dus uh, met Kim aan mijn zijde gaat dat allemaal, uh, ja, dat allemaal super lukken. Dus ik heb er echt heel veel zin in. En uh, nou ja, er komt een groot offline event aan. Ik wil um, nou, echt doorgroeien naar een bepaald, uh, uh, bepaalde uh, maandelijkse cash-omzet. Um, dus dat heb ik heel erg helder. Maar ik ben gewoon vooral verbonden met mijn missie. Met. Um, ja, dat grootste doel dat ik ervaar en, en de reden waarom ik doe wat ik doe. En ja, het voelt gewoon echt. Ik weet niet, ik krijg altijd een beetje kriebels zo uh, als ik aan 2024 denk. Dus ik heb er gewoon echt ontzettend veel zin in. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw 2024. Dus zou je daar wat over willen delen, dan kan het natuurlijk altijd in, uh, in een DM op Instagram. En nou ja, weet je, wat, wat zijn dan dingen die, die ik zelf verder ook niet meer ga doen. Wat ik bijvoorbeeld in de post had gezet. Ik ga mezelf niet meer inhouden. En ik, dit is ook echt zo'n stukje, dat heeft iedereen. Ik ga me niet meer inhouden dit jaar. Dat is ook een supergroze. Maar voor mij ligt die vooral op het stukje mijn podium pakken. En ik denk dat de grootste shift in de kerstvakantie heeft plaatsgevonden. Dat ik mij realiseerde van, ja maar Stef, jij wil op dat podium staan. Letterlijk en figuurlijk. Voor heel veel ondernemers is een soort van figuurlijk podium. Van ik moet echt een podium pakken. Maar voor mij is het echt letterlijk. In oktober, 16 oktober 2024 ga ik een groot event organiseren. Ik heb geen idee hoe. Maar um, ga ik je ook allemaal meenemen in dat proces. En ja, ik, ik besefte me in de kerstvakantie. Of, nou, het is nog steeds kerstvakantie. Maar ik besefte me afgelopen week dat, dat ik nu al. Mijn bedrijf moet runnen vanaf dat podium. Dus de dag beginnen met mijzelf in gedachten visualiseren. In de vijf stappen van ik sta op dat podium. Ik sta daar. Want ik ben ervan overtuigd dat als ik dat elke dag doe. En me daar steeds opnieuw mee verbind. En vanuit daar mijn bedrijf ga runnen. Dat ik hele andere keuzes ga maken. En hele andere stappen ga zetten. Dan wanneer ik naar het podium ga toewerken. Nee. He, dat is echt weer dat stukje in die identiteitsstap. En het al zijn, het al hebben, het al ervaren, het al doen. Voordat je het in je realiteit ziet. Dat, dat gaat wel echt een grote gamechanger voor mij, voor mij zijn. En verder, nou ja, wat ik zei, ik ga niet meer terugzakken in oud gedrag. Dus, dus echt gewoon zeven dagen in de week podcasten. Is gewoon een non-negotiable klaar. Uh, qua health. Nou, even mijn operatie afwachten. Maar. Ook nu, deze week al. Vorige week was het natuurlijk één groot feest met eten. Nee, nou, ik kent het veel te veel gegeten. Ik vraag me altijd af waarom doe ik dat nou ook weer? Nou, ik heb zoveel niet gegeten. Maar goed, je zit altijd wel weer vol en het is ook weer lekker eten en slecht eten. Nou, dus is er is helemaal weer tijd om. Uh, ik ga deze week ga ik sappen. Ik ga echt even sappen en uh, soepjes eten. Om mijn lijf ook een beetje te detoxen voor uh, de operatie. Nou, super healthy eten, sporten. Gewoon en uh, proteïne-eiwitten. zorgen dat alles uh, ja up-to-date is in mijn lichaam. En wat ik ook in de post had gezet is. Um, dus nou ja, dat wordt ook een non-negotiable voor uh, 2024. Maar dus, dat is niet per se iets wat ik niet meer ga doen. De, ik heb in 2023 heel erg goed op mijn uh, gezondheid gelet over gesport. En, dus dat is gewoon iets wat ik verder ga, voort ga zetten. Maar daar misschien wel wat meer nog de, de verdieping in mag zoeken. Um, ja, ik ga geen regels meer volgen. Als ik terugkijk uit 2023, heb ik eerst de eerste helft van het jaar echt vastgezeten in regels. Regels opvolgen, regels opvolgen. Niet door iemand anders, door mezelf. Gewoon puur regels die ik mezelf had opgelegd. En ook bij anderen zien. Te veel naar anderen kijken. En, nou, was een hoppelige weg. Maar de tweede helft van het jaar ben ik dat gewoon los gaan laten. Gewoon letterlijk dat ik dacht: ah, ik ben er helemaal klaar mee. Ik laat me gewoon alles los. Ik ga het echt volledig op mijn eigen manier doen. En toen is alles geëxplodeerd. Ook wel een soort van: eerste jaar was voorbereiding, tweede jaar bam. En toen konden we gewoon: oké, okay, nu ga ik. En een van de dames in de female leader, kennen we die?, zei dat ook tegen mij. Van, um, ja, het was ook na, na mijn vakantie in Italië. Dat zei van: toen dacht ik ineens: toen zag ik. En nu gaat ze. Dus dat was een heel mooi van haar dat ik dat. Uh, dat ik dat van haar um, terugkeek kreeg. Nou ja, zo zijn er nog een aantal zaken. Um, ja, die ik gewoon niet meer ga doen. <clears throat> en het is gewoon heel goed om daar zelf ook eens naar te gaan kijken. Je gewoon helder hebt voor jezelf. Oké, okay, nou, dit, dit, dit zijn nou de dingen, de acties, de zaken die, die mij in 2023 klein hebben gehouden. Die mij hebben tegengehouden waardoor ik mezelf maar ga saboteren. Ga die eens voor jezelf opschrijven. Ga die eens voor jezelf achterhalen. En ga eens kijken naar ja, wat je dan in, in dit nieuwe jaar niet meer gaat doen. En wees je daar bewust van. En als je daar bewustzijn omheen creëert, dat is al de eerste stap. Hè? Want ook daarin kijken, oké, okay, wat houdt mij nou af van mijn, van mijn potentieel? Wa 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 waarom sta ik daar nog niet? Dus dat is wel echt een hele mooie oefening om. Uh, Over natuurlijk niet. Maar als je daar zin in hebt, zou ik hem zeker doen. Want hij is voor mij ook gewoon ontzettend. Um, ja, Helpvol geweest. Um, ja, weet je, ik kan niet anders zeggen, jongens, we gaan, of dames, vrouwen, lieverds, we gaan hem we gaan nelen dit jaar. En ik hoop dat je, ik zou het super leuk vinden, als je dit jaar met mij meeluistert. En dat je deze podcast wellicht ook wel gewoon gebruikt als een van jouw coachings trajecten bijna. Want ik ben echt van plan om er super veel waarde in te delen. En al mijn, allemaal vanuit mezelf. Ja, hoe waardevol is dat? Als ik dat allemaal vanuit mezelf deel, je daarin mee kan nemen. En, en natuurlijk ook lessen in mee kan geven. En stukjes teet ook. Maar ja, ik denk dat deze vorm echt super mooi is. En het is voor mij ook gewoon een stok achter de deur. Elke dag podcasten. Even een half uurtje gewoon. Lekkere updates inspreken. Delen wat ik heb meegemaakt. En. Ik moet nog even kijken hoe ik dat volgende week dan ga doen, want dan is het natuurlijk twee dagen dat ik denk, sowieso niet kan podcasten, of drie dagen. Dus ik denk dat ik wel even drie podcasts um, ja, vooraf opneem, maar de rest ga ik wel echt gewoon per dag doen. Want dan is het gewoon die dag ja, wat ik heb meegemaakt, of al oh, is het na een ochtend dat je denkt, oh, hier ga ik echt een podcast over opnemen. Dit wil ik echt met mijn lieve luisteraars delen, helemaal prima. Maar nou ja, het is wel goed omdat we dan voor de operatie en die dagen daarna misschien even voor te bereiden hoef ik daar niet uh, mee bezig te zijn op dat moment. Als ik stond ben van de morfine en dan andere, andere troep in mijn lijf. Ja, dat was eigenlijk wat ik vandaag met je wilde delen. Ik zou het echt super leuk vinden als je me kan laten weten dat je hebt geluisterd. Dat je zin hebt in 2024. En ik zou het super tof vinden als je me kan delen. Wat jij niet meer gaat doen in 2024. Oh, en um, aanstaande donderdag 4 januari om 8 uur 's avonds geef ik de 2024-sessie. En dan gaan we hier ook mee aan de slag. Dan gaan we dus jouw plan voor 2024 gaan, gaan fine-tunen. Maar aan de andere kant is dus ook heel erg hier mee aan de slag. Van oké, okay, maar je hebt het nu staan, je hebt het helder. Wat ga je dan niet meer doen? En wie moet je eigenlijk zijn? En ik wil je gewoon echt helpen om een stukje verdieping erin, toe, erin aan te brengen. Zodat je gewoon helemaal klaargestoomd bent voor dit prachtige nieuwe jaar. En ik wil je super bedanken voor het luisteren. Mijn stem is staan begeven, merk ik. En uh, nou ja, ik spreek je morgen weer dan. Hè? <laughs> Doei!